gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start Kia Oro die met achterstand begint. Die verzuimt volledig. Als ze de eerste meters doorkomen heeft Luc Schermer de leiding genomen. Willem Brouwer met Luc Schermer, maar wordt onmiddellijk afgelost door Ken Bull. Ken Bull neemt een lengtevoorsprong op Luc Schermer. King Louis ligt in derde positie. Vierde plaats is voor Ivor VH, vijfde erachter Canonna. En in zesde stelling is dan Kia Oro. Zo gaan de paarden dan de bocht door en op weg naar de rechte lijn voor de tribune. Alle paarden achter elkaar in de ganzenpas komen dan de rechte lijn in. En op dit ogenblik zit er nog niet veel leven in de koers. Alhoewel de rijders elkaar wel even aankijken. Ken Bull rijdt nog altijd. Want in het tweede spoor komt dan toch weer terug die Luc Schermer. Willem Brouwer wil koetkekoet de koppositie hebben. En die krijgt hij nu ook. Het is Luc Schermer die nu weer de leiding heeft hernomen. Op de tweede plaats Ken Bull. Derde King Louis. Vierde daarachter. Ivor VH in vijfde positie volgt dan Canonna. En zesde weer aangesloten Kia Ora. Als de paarden richting finishpaal trekken met nog een volle ronde van 1200 meter. Op de drafpiste van Duinlicht af te leggen. En leidt nog altijd Willem Brouwer met Luc Schermer. Luc Schermer brengt ze de Klingendaalbocht in. Een lengtevoorsprong. Ken Bull op de tweede plaats. King Louis derde. Vierde Ivor VH. Vijfde is er nog altijd Canonna. En in zesde positie is het Kia Ora. En zo gaan we de 1000 meter paal langs. En zijn we halverwege koers in de Prix du Bois du Verbois. En zijn we aan de overzijde van de baan. Met Luc Schermer nog altijd aan de leiding. En heeft nu 2,5 lengtevoorsprong genomen op Ken Bull. In derde positie nog altijd King Louis. De vierde plaats is daarachter dan voor Ivor VH. Met in vijfde stelling dan Canonna. En zesde nog altijd Kia Ora. En het laantje van Jochems laten ze rechts liggen. En dat betekent dat de laatste bocht alweer in zicht komt. Met nog altijd aan de leiding die blauwe kleuren van Willem Brouwer met Luc Schermer. In het wit-rood in tweede stelling is het dan King Louis. En in het wit en blauw heeft Kees Kammerga Ken Bull in aanvallende positie klaarstaan. We kunnen nog wat verwachten in de laatste rechte lijn. We zijn halverwege de bocht. In vierde stelling Ivor VH. En zo komen we dan richting laatste rechte lijn. En hebben we nog 400 meter af te leggen in de Prix Bois du Verbois. Met nog altijd aan de kop Luc Schermer. Luc Schermer heeft hier anderhalve lengte voorsprong nu genomen. Op de tweede plaats King Louis aan de binnenzijde. Ivor VH aan de buitenzijde komt Ken Bull. Paarden komen langs de splitsing met de Noordorpiste. En dan leidt nog altijd Luc Schermer voor King Louis aan de buitenzijde. Ken Bull helemaal aan de buitenzijde. Canonna. We komen dan de laatste 50 meter tegemoet. En het is nog altijd Luc Schermer. Luc Schermer, die gaat een generale lopen voor de klassieker. Nou, dat doet hij goed. Luc Schermer met Willem Brouwer. De zweep gaat omhoog. Als het ware dit al de derby. Op de tweede plaats is het dan Ken Bull, dan King Louis. Voorlopige uitslag 4-5-1-3. 4-5-1-3 voorlopig.